Utrecht Science Park is het grootste science park van Nederland. Samen werken we aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals een langer en gezonder leven en duurzaamheid. Het internationale biotechnologiebedrijf Genmab bedenkt en ontwikkelt innovatieve therapieën tegen kanker, waarvan een aantal is goedgekeurd en met succes toegelaten op de markt. Genmab is partner van de Molecular Immunology Hub. In de hub leren wetenschappers van verschillende disciplines ons immuunsysteem beter te begrijpen. Het baanbrekende onderzoek van Genmab biedt de partners kansen om hun onderzoek ook toe te passen bij kanker en andere ziekten, zoals infectieziekten. Door deze kruisbestuiving wordt van elkaar geleerd en komen innovaties sneller tot stand. Ik vind het fantastisch dat we hier nieuwe kennis ontwikkelen en therapeutica bedenken die daadwerkelijk het verschil kunnen maken voor patiënten. En dat kunnen we samen met onze partners hier op het Utrecht Science Park. Ik ben Janine Schuurman, Corporate Vice President Research and Innovation bij Genmab. We bedenken en ontwikkelen hier vernieuwende immunotherapieën. Immunotherapieën zijn therapieën die slim gebruik maken van het humane immuunsysteem en zo effectief ingezet kunnen worden voor de behandeling van diverse vormen van kanker. We doen dat in samenwerking met partners hier op het Utrecht Science Park. Iedere samenwerker brengt zijn eigen kennis en expertise in. En dat is belangrijk, want op die manier kunnen we daadwerkelijk innovatief zijn en het verschil maken voor patiënten. Naast het bedrijfsleven maken ook de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht onderdeel uit van de Molecular Immunology Hub. Zo worden zowel wetenschappelijk onderzoek als de toepassing ervan in de gezondheidszorg versterkt. Het doel van het onderzoek is te ontrafelen hoe ons immuunsysteem bacteriën opruimt. Ik ben Suzanne Rooijakkers, hoogleraar microbiologie in het UMC Utrecht en coördinator bacteriële infecties in de Molecular Immunology Hub. Ons immuunsysteem heeft als taak om ziekteverwekkers zoals bacteriën zo snel mogelijk op te ruimen. Kennis van deze processen is essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen tegen resistente bacteriën. Samen met Genmab probeer ik antilichaamtherapieën te ontwikkelen voor de behandeling van resistente bacteriën. Net als in de behandeling van kanker kunnen antilichamen ervoor zorgen dat ons eigen afweersysteem infecties sneller opruimt. Op het Utrecht Science Park is heel veel expertise op het gebied van het immuunsysteem. In deze hub werken we met verschillende onderzoeksdisciplines aan het verbeteren van antilichaamtherapieën. Het feit dat we zo dicht bij elkaar zitten geeft ons de mogelijkheid om kennis en technieken snel met elkaar te delen. Dat geeft ons een grote voorsprong op andere onderzoeksgroepen, zowel nationaal als internationaal. Daardoor kunnen we grotere stappen maken in het onderzoek en dat is weer in belang van de patiënt. Door de unieke samenwerking op het Utrecht Science Park zijn deze partners wereldspelers in het ontwikkelen van antilichaamtherapieën tegen kanker en infectieziekten.